Aan het einde van de 19e eeuw in tijdvak 8 zagen we dat modern imperialisme opkwam. Toen ging het al heel even over de gevolgen voor de kolonie zelf, voor de mensen die daar leefden. Daar gaan we in deze video's even verder op in. We gaan kijken naar vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme. En dit heeft dus te maken met het bestuur van die koloniën, maar het heeft ook te maken met een soort opkomend nationalisme, dus ook een cultureel iets eigenlijk. Maar om het even weer terug te halen, pakken we eerst even deze kaart erbij. Hier zien we eigenlijk de resultaten van het moderne imperialisme. Je ziet linksonder staan imperialisme rond 1920. En bijna heel Afrika en bijna heel Zuidoost-Azië is verdeeld onder de Europese grootmachten. Egypte heeft zich net een paar jaar eerder onafhankelijk gemaakt en Ethiopië en Thailand zijn nooit gekoloniseerd. Maar voor de rest zie je dus dat Zuidoost-Azië en Afrika stevig in handen zijn van de Europese landen, van de westerse mogendheden. En nogmaals, dit slaat dus terug op dat moderne imperialisme. Wil je daar meer over weten, bekijk dan die video weer even. Na de Eerste Wereldoorlog zien we dat er in die koloniën langzaamaan iets begint te gebeuren. Er komt steeds meer verzet tegen dat West-Europese imperialisme. En dat vindt vooral plaats in Zuidoost-Azië. India, Nederlands-Indië, Vietnam, of beter gezegd Frans-Indochina, dat soort gebieden. Nou, en waar komt dat dan vandaan? Wat zijn de oorzaken voor dat toenemende verzet, voor de opkomst van die nationalistische bewegingen? Daar zijn verschillende redenen voor, die we hier weer even op een rijtje zetten. En dit zijn de bekende vlakken en ik heb er even eentje aan toegevoegd, want er zijn ook een aantal internationale ontwikkelingen die een rol spelen. Oké, eerst even op economisch gebied. Waarom is men ontevreden in die koloniën over die Europese overheersers? Nou ja, één reden is heel simpel, ze worden economisch gezien toch wel uitgebuit, die koloniën. Hun waardevolle grondstoffen worden uit hun land weggehaald om in de Europese industrie te gebruiken. En het zijn dus de Europeanen die verdienen aan de bodemschatten die die koloniën hebben. Bovendien werken veel inwoners van die koloniën voor Europese bedrijven. En daar gaat dus ook eigenlijk al het geld naartoe, naar Europa, naar die Europese bedrijven. Nou, daarnaast hebben we gezien dat er in de jaren 1930 een grote economische crisis is, die zich over de hele wereld verspreidt, en dan vooral in de westerse wereld. Maar dat betekent ook dat de koloniën van die westerse landen die daarbij betrokken zijn toch ook wel erg worden getroffen. Want nu krijgen ze nog minder geld uit Europa en nu worden ze toch nog meer uitgebuit, nog meer afgezet zou je kunnen zeggen. Op politiek gebied is er dus geen sprake van zelfbestuur. Er is vaak ook geen inspraak in het bestuur of slechts inspraak van een hele kleine groep mensen uit de koloniën. Maar de macht is toch echt in handen van die Europese mogendheden. Op cultureel gebied zien we twee ontwikkelingen die plaatsvinden, waardoor het nationalisme uiteindelijk groeit. De eerste ontwikkeling is dat de elite steeds vaker in Europa onderwijs geniet. En dan heb ik het over de elite in die kolonie. De mensen uit de bovenlaag daar, die gaan naar Europa toe, bijvoorbeeld naar Nederland om in Amsterdam of in Leiden te studeren, of naar Frankrijk om in Parijs te studeren, of in Londen. En daar komen zij in aanraking met een andere cultuur, met een andere samenleving. Daar komen zij ook in aanraking met Europese ideeën van vrijheid en gelijkheid, die we terug kunnen voeren tot de verlichting en de democratische revoluties. En die elite uit die kolonie, die gaat zich dan afvragen van, hey, waarom is dat hier in Europa wel zo? Waarom hebben wij dat in ons eigen land niet? Dus zij nemen die ideeën van vrijheid en gelijkwaardigheid weer mee terug naar de kolonie, als zij na hun studies terugkeren in die kolonie. Maar het is niet alleen de elite die beter onderwijs geniet, ook in de koloniën zelf, daar wordt voor meer onderwijs gezorgd als gevolg van het beschavingsoffensief. Denk even terug aan die video over modern imperialisme, er is het even gaan over die white man's burden. Er worden heel veel scholen opgericht door die westerse landen in de koloniën. En zo wordt de bevolking toch ook meer bewust eigenlijk van de situatie. En daardoor worden ze ook meer zelfbewust van hun kansen en dergelijke. En vooral het gebrek eraan eigenlijk, en daardoor groeit het nationalisme. Nou, en daarnaast zien we dat er twee grootmachten zijn die zich heel erg tegen die koloniën keren, die zich tegen het imperialisme keren. En dat zijn de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. De Verenigde Staten die zeggen dat ze tegen koloniën zijn omdat ze zelf ooit een kolonie zijn geweest, ze weten hoe het is om overheerst te worden. En de Sovjet-Unie is communistisch geworden, nou daar staat gelijkheid en gelijkwaardigheid voorop. En als er iets niet is bij kolonialisme of imperialisme, dan is het wel gelijkheid en gelijkwaardigheid. Dus daarom zijn zij er tegen. In feite zijn ze er ook tegen omdat ze allebei het liefst al zoveel mogelijk medestanders krijgen, bondgenoten krijgen. Maar dit zijn in ieder geval de redenen die ze opgeven.
Nou, maar dat zorgt er dus voor dat er steeds meer nationalistische bewegingen komen die in discussie gaan en in debat gaan met de westerse overheersers. Die gaan staken, die in verzet komen. Dat nationalisme uit zich in ieder geval in verschillende vormen van verzet. En ik pak er even twee bekende voorbeelden uit. Hier zien we Mahatma Gandhi en hij wordt de belangrijkste leider van het nationalistisch verzet in Brits-Indië, tegenwoordige India. En hier zien we Sukarno en dat is een van de belangrijkste leiders van het nationalistisch verzet in Nederlands-Indië, tegenwoordige Indonesië. Nou, zij willen allebei onafhankelijkheid voor hun eigen land, voor hun eigen volk, maar de manier waarop zij dat willen is eigenlijk totaal verschillend. Gandhi die roept op tot geweldloos verzet. Het heeft geen zin om te gaan vechten, het heeft geen zin om de wapens op te nemen, zegt hij. Hij is namelijk tegen het gebruik van geweld en hij roept de Indische bevolking bijvoorbeeld ook op om alleen nog maar Indische producten te kopen en de Engelse producten te boycotten, waardoor de Engelsen economisch gezien heel erg geraakt worden. Nou, en daar krijgt hij uiteindelijk ook heel veel succes mee met zijn geweldloos verzet, want na de Tweede Wereldoorlog is Brits-Indië een van de eerste landen die onafhankelijk wordt en dan wordt dus echt de staat India. Sukarno in Nederlands-Indië, die is juist voor gewelddadig verzet, aanslagen, muiterijen op schepen, geweld gebruiken dus om je doel te bereiken. Ja, en dat zorgt ervoor dat er ook weer na afloop van die Tweede Wereldoorlog een grote strijd ontstaat tussen de Nederlanders en de Indonesische nationalisten. Maar goed, dat is iets waar we in tijdvak 10 op terug zullen komen.